In deze video gaan we kijken naar de Samsung Galaxy X-Cover 3. Dit is niet je standaard telefoon, deze telefoon is namelijk waterdicht. Dus je kan hem gewoon in plassen laten vallen en je kan er eigenlijk best veel mee doen. Dit is een telefoon die gemaakt is voor mensen die buiten zijn. Dus weet je wat, laten we maar snel beginnen. Dus deze telefoon is redelijk stevig gebouwd. Hij heeft een IP67 waterbestendigheid en dat is redelijk cool. De telefoon mag ook een tijdje onder water liggen. De telefoon heeft ook puntjes op de achterkant, heeft lijntjes in de achterkant en lijntjes aan de zijkant, waardoor je heel veel grip hebt in je hand. Op de zijkant van deze telefoon zit een active button, maar hey, hierover ga ik later meer vertellen. We hebben ook stevigere homeknoppen en andere knoppen op de voorkant en we hebben geen flapjes voor de poorten. Samsung, top bezig, want iedereen haalt flapjes die je los moet halen voordat je de telefoon op wilt halen. Als software vinden we op deze telefoon Android 4.4 en volgens Samsung gaat deze telefoon ooit, met nadruk op ooit, een update krijgen naar Android 5.1. TouchWiz op deze telefoon heeft best veel geluidjes en persoonlijk kan ik me hier erg aan ergeren. Ik bedoel, kom op man, ik ben toch geen 3 jaar oud. Over het algemeen stottert TouchWiz best weinig en het besturingssysteem gaat eigenlijk redelijk vlot. En als je er niet van houdt, dan heb je Android, dus hey, je kan alles aanpassen. Ik had er nog een tijdje de Google Launcher overheen gegooid. In de Google Launcher zag ik nog een fout zitten met de standaard Samsung widget, die vervolgens niet klopte. En daar ergerde ik me aan, dus ik ben gewoon weer teruggegaan naar TouchWiz. Deze telefoon heeft een redelijk matig scherm met een resolutie van 800x480. We hebben hier een 4,5 inch groot scherm, dus het scherm is gewoon matig groot. Persoonlijk is 4,5 of 4,7 inch mijn sweet spot qua schermgrootte. Erg veel groter vind ik te groot en erg veel kleiner vind ik ook niet super fijn. Het scherm heeft wel goede kijkhoeken en ook best felle kleuren, maar gaat niet super helder en wordt ook niet super dim. Deze telefoon heeft 2 camera's. De achtercamera heeft een resolutie van 5 megapixel en de voorcamera een resolutie van 2 megapixel. Ik ga hier eigenlijk niet super veel over vertellen, oordeel zelf. Yo mensen, dit is opgenomen met de Samsung Galaxy X-Cover 3. En ik heb het zelf nog niet gezien, dus ik ben persoonlijk redelijk benieuwd hoe het eruit ziet. Maar ik zou zeggen dat het wel redelijk is. Het is HD kwaliteit, geen Full HD. Maar op zich, ik denk dat ik hiermee kan leven. Het is gewoon prima. Oké, op de zijkant van deze telefoon vinden we nog een blauw knopje en dat is de Active Button. En het idee van deze knop is op zich best cool. Deze knop moet je namelijk in staat stellen om heel snel je zaklamp aan te kunnen doen. En de zaklamp op deze telefoon is best fel op zich. En deze knop moet je ook in staat kunnen stellen om bijvoorbeeld je camera aan te doen. Je kan zelf instellen wat deze knop aan moet doen. En het idee is dat je gewoon heel snel je zaklamp aan kan zetten. Want hey, voor actieve mensen is dat best handig. Maar helaas is het een beetje fout gegaan. Deze knop werkt namelijk niet als de telefoon in slaapstand staat. Dus eigenlijk moet je gewoon eerst de telefoon unlocken. En dan pas kan je snel je zaklamp aanzetten. Samsung kan dit snel weghalen met een software update. En wat mij betreft moeten ze dat ook doen, want werkelijk Samsung, dit is echt dom. Accuduur op deze telefoon is best goed. Ik ging makkelijk de dag door met een accu en had zelfs tijd om de hele avond Netflix te kijken. Deze accu is ook vervangbaar, dus dat is alweer een pluspunt voor Samsung. Dus dan hebben we nog een algemeen lijstje over de belkwaliteit was goed. Dit is een functie die vaak minder goed werkt bij telefoons die waterdicht zijn, maar de microfoon klonk goed en de speaker klonk ook goed. Uitbreiding via een micro SD kaartje is mogelijk. Voor de mensen die veel van telefoons afweten onder jullie heb ik hier nog een lijstje met specificaties. We hebben een quad-core Snapdragon processor en 1,5 GB RAM geheugen. En voor de mensen die iets minder over telefoons weten, kan ik vertellen dat deze telefoon gewoon redelijk snel is. Het is zeker geen snelheidsmonster, maar langzaam is het ook niet. Dus dan houden we nog de conclusie van deze review over. Deze telefoon is een telefoon voor mensen die zoeken naar een robuuste telefoon en die niet de super speciale topspecificaties willen. Als je wel topspecificaties wilt in een waterdichte telefoon, kan je kijken naar de Samsung Galaxy S5. Dat is Samsung's vlaggenschip van vorig jaar. Die is ook waterdicht, dus dat is op zich ook best cool. Dat was het voor deze review mensen. Zoals je zag heeft dit waarschijnlijk een hele hoop tijd gekost. Dus doe daarvoor een duimpje omhoog. Dat was het voor deze video. Tot in de volgende.